Oké, ik ben Brian van Extra Fris. Ik ben een beetje zenuwachtig, want ik zit hier naast topmodel Yveske Sterm. En ik heb nog speciaal voor vandaag een beetje. Ja, ik moet er wel een beetje goed uitzien als je met een topmodel aan het interviewen bent. Dus heb ik een stropdas gekocht. Moet ook allemaal. Yveske, ik ga jou een paar vragen stellen. Ik begrijp dat jij een tijd geleden, kort geleden, naar Afrika bent geweest. En dat was niet alleen voor het mooie weer. Nee, inderdaad. Ondanks dat de mensen ook helemaal geweldig zijn, het land is ook heel erg mooi. Ik ben naar Malawi geweest. Laat ik dat als eerste even vertellen. Ik ben ook ambassadrice van het Rode Kruis. Ja, je bent een mooi bestaan gewend als topmodel. Hoe heb je dat ervaren daar? Dat was natuurlijk wel een heel erg shock. Als je vergelijkt hoe dat soort mensen leven met hoe wij hier in Europa leven, is dat absoluut een heel erg groot verschil. Dus dat was natuurlijk heel erg shocking. Ik heb bijvoorbeeld een jongetje die zat letterlijk zand van de grond te eten, omdat hij zo'n honger had. Nou, dat soort dingen zie je daar als je in Malawi bent. En hoe was dat? Kun je dan nog terug als je zoveel ellende eigenlijk ziet? Wat het fijne wel is dat het Rode Kruis er al een aantal jaar zit en al met heel veel projecten bezig is. En we hebben dus ook heel veel projecten bezocht die geholpen zijn door het Rode Kruis. En als je dan kijkt hoe die mensen nu leven, dan geef je dat wel weer een heel erg goed gevoel. En ik begrijp ook dat er een speciaal project gaande is daar, waar jij een rol in speelt. Kan je daar iets over vertellen? We hebben drie verschillende dorpjes, communities heet dat daar, hebben bezocht. En iedere community had een probleem. De ene was AIDS, de andere was malaria en de ander was kindersterfte. En het Rode Kruis probeert dan te helpen, samen met mijn fonds Yveske for Kids, om dat soort mensen te helpen. Ik begrijp dat je een relatie hebt. Ja, klopt. En je ziet allemaal kleine kindertjes in Afrika lopen. Heeft dat zet dat jou aan tot misschien adopteren? Maar misschien wil je in de voetsporen volgen van de grote sterren zoals Madonna en Angelina Jolie. En ja, dat je daar mee wilt gaan in de toekomst? In de toekomst wel, absoluut. Ja, zeker weten. Ik ben nu? 25. Dus als ik 30 ben, denk ik wel dat ik een kindje ga adopteren. Ja. Nou, je bent dus presentatrice van een heel leuk programma. Ja, vind je het leuk? Heel leuk. Oh, goed zo. En ja, hoe is het om die kleine meisjes te zien doen wat jij nu eigenlijk doet? Wat ik al 7 jaar doe inderdaad. Ja, het is heel leuk om te zien. Vooral omdat ik natuurlijk ook weet hoe zij zich voelen tijdens de eerste fotoshoot of tijdens hun eerste catwalkles. Omdat ik het natuurlijk ook allemaal heb ervaren. Dus ja, het is wel heel erg apart om dat te zien. Oké, wat moeten kleine, lieve, leuke meisjes doen om de nieuwe Yveske Sterm te worden? Als meisje model willen worden. Ik adviseer ze altijd om naar een modellenbureau toe te gaan. En dan krijg je heel snel te horen of je geschikt bent voor het vak, ja of nee. Want je moet de juiste maten hebben, je moet fotogeniek zijn. En je moet natuurlijk een heel mooi gezicht hebben. Nou, als dat op een gegeven moment goed is en je wordt aangenomen, dan moet je echt heel erg ambitieus zijn en echt ervoor willen gaan. En dan kun je waarschijnlijk hopelijk in New York gaan wonen en ook heel veel leuke opdrachten doen. Ik ga gemiddeld 4-5 keer per week naar de sportschool. Het is belangrijk, vooral als je veel lingerie schiet, wat ik dus ook doe. Je moet gezond eten. Genoeg fruit, groenten en vis vooral. Niet te veel pasta, geen chocola, geen jus de rance en allemaal van die zoete drankjes. Probeer in ieder geval niks eten inderdaad. Nee, in ieder geval probeer ook zoveel mogelijk water te drinken. Ja. Een hele dikke kus voor alle mensen van Extra Fris. Allemaal Hannesnek Stadmodel 2 kijken. En nogmaals, als je nog een zakcentje over hebt, het Rode Kruis en de kinderen in Malawi, zou het heel erg fijn vinden. Doei!